En bij dat inpakken wordt ik weer een robot broekt. De doos gaat dan door deze heen. En dan wordt hij daar in de doos gepakt. En dan komt er ook tape omheen en dan moet je hem weer aftillen, zodat hij daarna ook weer in het busje wordt ingeladen. En hoe is dat om te doen? Wel leuk, maar ook spannend. Waarom is het spannend dan? Want je hebt het nooit gedaan. Het inpakken wordt dien bij Makker Neopost Technologies in Drachten. Zij brengen de robots ik naar alles kwam ta. De innovatiecluster Drachten is nou belutsen bij de plan. Nou, wat wij graag willen is dat met name de basisscholen zich meer gaan interesseren in techniek. En door een robot beschikbaar te stellen aan deze schoolklassen, hopen dus ook dat daar het enthousiasme komt. En dat er uiteindelijk gekozen wordt voor techniek in de verdere opleidingen. Maar met name ook in banen. Want wij zijn als ICD-bedrijven zijn we heel erg afhankelijk van mensen die techniek in de vingers hebben en het erg leuk vinden. De machine die het broekt wordt voor het inpakken is een speciale machine. Zoals je waarschijnlijk ook wel weet, is dat je heel veel dingen die je bestelt via internet in een veel te grote doos thuis krijgt. Nou, dit is een apparaat wat elk dingetje wat verpakt moet worden, precies op maat verpakt, waardoor je alleen de inhoud krijgt en niet allemaal lucht. En dat geldt dus ik voor uw camera.